De hippogemeester de trofee of zoiets neemt en die schenkt aan de winnaar. Of we gaan misschien beter over naar de nummer 3. Dat is Floris Goessingen. Een daverend applaus van onze Nederlander vriend hier op het podium, derde in deze Pro Challenge hier in Heuchten. En dan gaan we over naar de huldiging van de nummer 2. Ook vorig jaar stond hij op het podium. En mogen een daverend applaus voor onze Franse renner Clément Lotellery. Wow. De renner van Bolbaserano. Super, hier ook vorig jaar op het podium. En dan de man waarvoor wij gekomen zijn. De man die zich mee naar voren schoof samen met Dries Hollanders en heeft zijn favoriete rol meesterlijk laten ten berde brengen in die mooie koninklijke sprint. Geef hem een daverend applaus, meester Wout Fransen. Wauw, en ook de nodige bloemen van Mirjam en de nodige andere attributen en de zoenen horen natuurlijk ook nog maar zeker, beste meneer. Jij mag zeker kussen, laat je maar eens goed gaan, zou ik zeggen. Jij hebt nu de kans om eens te laten gaan. En dan ook nog een fles Terdolle, die dat toepasselijk door de scheepsmanspoort wordt overhandigd aan dit mooie podium. Een van de hoofdsponsors Terdolle en de scheepsmanspoort ook. En dan zeg je dan Patrick Pels voor uw aanwezigheid. En mogen we dan nog eens voor eenmaal de handen heel hard op elkaar laten gaan. Voor een bijzonder mooie podium voor Floris.